Goedemiddag allemaal. Misschien een beetje onvoorzien of vroeger dan verwacht. Ik in elk geval zeker niet onverwacht. Hebben we de gelegenheid en dan zijn we blij eigenlijk dat we u onze nieuwe trainer kunnen voorstellen. Redelijk vroeg, zodanig dat we nog alle kansen hebben om ook het volgende seizoen voor te bereiden. Eerst en vooral zou ik willen zeggen, Hein, dat wij als club, en ik bedoel daarmee echt waar Hans de Club, zowel het bestuur als zijn omgeving, want we hebben toch heel wat telefoons nog vandaag hierover gedaan. En ik denk ook de supporters en de Gentse omgeving heten u van harte welkom en zijn blij u zeker en vast voor de volgende 2 jaar als onze trainer te mogen berutten. En ik zal straks even uitleggen waarom we die keuze gemaakt hebben. Maar ik hield er toch aan van hiermee deze persconferentie te beginnen. Hein zal straks nog zelf een stuk toelichten waarom dat hij finaal dan, na toch wel wat gesprekken, voor K-agent heeft gekozen. En wij zullen ook toelichten waarom wij voor Hein hebben gekozen. Goed, eerst en vooral zou ik willen zeggen, wij gaan niet meer over het verleden spreken. Ik denk dat we dat nu voldoende hebben gedaan in de voorbije weken. Ik denk dat er geen enkel medium geweest is, nog televisie, nog voetbalmagazine, nog de diverse media, waarin wij niet uitgelegd hebben wat er de laatste weken en de laatste maanden zowat aan de hand was. Dus we gaan daar niet meer op terugkeren. Ik denk dat dat een goede inleiding is. Dus we moeten ook zo geen vragen krijgen, want we gaan ze niet beantwoorden. We kijken vanaf nu naar de toekomst. KA Gent die in dit nieuwe stadion met heel veel optimisme naar de toekomst kijkt. Geleerd heeft en een trainer gekozen heeft die volledig vast in dat profiel van vernieuwing. Wij zouden heel graag de sfeer, het engagement, de toewijding willen in onze club en in onze groep vooral brengen, die we bij Hein teruggevonden hebben, die we ook bij onszelf teruggevonden hebben. En we zullen dan ook samen een groep samenstellen die volgend jaar hoe dan ook heel competitief moet en zal zijn. Hoe is het verlopen? Wel, u weet allemaal dat wij op een bepaald moment de samenwerking met Mircea Rednik gestopt hebben. Dat we dan nog een voortgang gehad hebben in play-off 2. En dat we uiteraard dan een lijst van kandidaten hebben opgesteld. Waarin, en ik denk dat in een van de media de naam gevallen is, de usual suspects. Ik vond dat wel een goede term. En u kent ze allemaal in de namen die in aanmerking kwamen of konden komen. We hebben daar toch een heel nauwkeurige analyse over gemaakt. In onze club gebeurt dat in eerste instantie door de voorzitter en de algemeen directeur, afgevaardigde bestuurder sinds kort, Michel. Dat wordt dan besproken met het strategisch comité en dan wordt dat voorgelegd aan de raad van bestuur. Dat is ongeveer de procedure die gevolgd is. En we hebben dat ook hier zo gedaan. Na een aantal gesprekken met Hein, die zijn wij, en moet ik zeggen, vermits de keuze van de trainer toch ook een voor groot deel de keuze van de voorzitter moet zijn, tot de vaststelling gekomen dat, dat wij hier te doen hadden met iemand die mij op vele vlakken beïnvloed heeft en beïndrukt heeft. Niet alleen sportief, maar ook op menselijk vlak. Zijn visie op voetbal, maar ook op het leven. Zijn persoonlijkheid. Zijn beslistheid, denk ik. Want die zullen we nodig hebben naar de kleedkamer toe. En dat zullen we dan ook doen.
Maar wat hij de laatste jaren met Kortrijk gepresteerd heeft, toch een club met, laten we zeggen, midden, op de middenmootachtige situatie, met ook de middelen van dien. Wat hij daar gepresteerd heeft, mag meer dan gezien worden. Dit jaar beter dan KA Gent, dus dat moesten we in de toekomst zeker vermijden. Maar ook, ik moet zeggen, heel beïndrukt geweest door zijn visie op het voetbal. Door de manier waarop hij ook onze kern bijna van buiten kende en dergelijke meer, zijn we vrij vlug overtuigd geweest dat hij onze kandidaat was. We hebben nog andere pistes bewandeld, die we ofwel om redenen van fit, cultuurfit, die we om financiële redenen of om andere redenen hebben afgewezen. En dan finaal gisteren de definitieve knoop hebben kunnen doorhakken en de contracten dus ondertekenen. En wij hebben contact gehad met een paar onder u, met velen onder u, zoals een journalist past, die geweldig op zoek is naar het eerste nieuws. Ja. Maar wij konden dat niet doen, zolang dat niet alles afgerond was. Wij wouden ook op een deftige wijze Kortrijk op de oog te brengen. Dus ik heb gisteren ook gebeld met de voorzitter en met de hoofdaandeelhouder om hen op de hoogte te brengen van de beslissing die de club en hij samen hadden genomen. En dan finaal het contract ondertekend en dan deze morgen de uitnodiging gestuurd voor de persconferentie. Zeer kort, wat verwachten wij nu? Wij verwachten om samen met Hein, en ik druk erop dat we die samenwerking willen toch wel intensief voeren. Verwachten wij dus om een competitieve kern bijeen te brengen en om een sereniteit in de kleedkamer te brengen die vooral gericht is op prestaties en niet op andere dingen. En dus een echte goede, enthousiaste kleedkamer te maken, zodanig dat wij met heel veel vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Voilà, dat is ongeveer wat ik wou zeggen. Om een aantal vragen te voorkomen, of al op voorhand te beantwoorden, zou ik zeggen, er zijn nog geen antwoorden op de vraag hoe de sportieve staf er zal uitzien qua T2 en T3. Dus het is ook niet nodig dat die vragen gesteld worden, want we gaan ze niet beantwoorden en we kunnen ze ook op dit ogenblik niet beantwoorden. Dit moet in volle sereniteit en in volle samenwerking kunnen gebeuren. Voilà, dat is het wat ik tot nu toe wou zeggen. Als er vragen zijn, zullen we die nog beantwoorden. Maar misschien, Michel, toch van uw kant een bijkomend gedeelte. Bedankt, voorzitter. Welkom iedereen. Zoals altijd is de voorzitter vrij volledig. Toch nog een paar kleine zaken wil ik eraan toevoegen. Heel zeker het feit dat sedert dat ik hier in dienst ben, dus sedert het jaar 90 en sedert de voorzitter Van Milders, is het zo dat bij AA Gent de keuze van de trainer behoort tot bevoegdheid is een beetje een eigenaardig woord, maar dat uiteindelijk de voorzitter is die zijn kandidaat voorstelt en daarin geadviseerd wordt. Sedert dat Ivan de Witte voorzitter is door mezelf. Ervoor was dat zelfs helemaal niet zo. In de tijd van Jean Van Milders was het Jean Van Milders die hemzelf besliste over de naam of de trainer van AA Gent. Dit maar om een aantal ook opmerkingen van de pers. Dus de technische coördinator is daarbij niet betrokken geweest. De technische coördinator wordt bij ons wel betrokken bij het aanwerven van de spelers. Er worden geen spelers aangeworven zonder dat de technische coördinator akkoord is. Dus ik wil dat toch dat onderscheid een keer duidelijk meegeven, want anders lezen we toch binnen een paar dagen of een paar weken dat de technische coördinator er niet bij betrokken geweest is. Hij is er wel bij betrokken in die zin dat wij sedert het jaar 2008 eigenlijk Hein op het spoor zijn. En dat
wij gevraagd hebben aan de toenmalige hoofdscouting met zijn medewerkers, dat was dan Gilbert de Grote en Gunter behoorde daartoe, Gunter Schepens en R.W. van den Dalen, om een aantal trainingen van hen te gaan volgen. Want ja, hoe kom je uiteindelijk bij een nieuwe trainer terecht? Hoe ken je een nieuwe trainer? Het is niet alleen, denk ik, via de wedstrijden die hij met zijn ploeg speelt en via de media reacties na de wedstrijden of in zijn voorbeschouwing en zo verder. Ik denk dat het wat meer moet inhouden. En in die zin hebben wij dus in het jaar 2008 dus Hein, hoe zou ik gaan zeggen, methodisch gevolgd via het bijwonen van een aantal trainingen, Hein. En daarnet, als de voorzitter zei, ja, we volgen Hein al een jaar of 2, 3. Het is eigenlijk niet waar, we volgen Hein eigenlijk al 6 jaar. En Gunter was daar dus ook bij betrokken. En op dat ogenblik hebben we geoordeeld dat het misschien nog beter was van even te wachten. In 2008 zijn we uitgekomen bij Michel Prudhomme. Maar we hopen dat we nu... we gingen geen stoute uitspraken doen, dus ik ga mijn woorden maar inslikken. Bon, voilà. Dat wat mij betreft... Patrick. Goed, ik denk dat het nu ook de tijd is voor Hein zelf om een woordje te plaatsen naar de pers toe. Hein, aan jou het woord. Goedemiddag iedereen. Ik wil mij eerst verontschuldigen dat ik jullie niet allemaal de hand heb geschud, maar jullie zijn zo groot in getalen. In Kortrijk is dat makkelijker. Ik moet een hand of 3, 4 schudden, dus ik doe dat straks misschien. Ik wil eerst en vooral de voorzitter, meneer Loagy, en al de mensen van Agent bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stellen. Ik weet dat ik al een aantal jaar genoemd word bij deze club. Ik wist ook al dat er 6 jaar geleden al interesse was. Die interesse is er nog een paar keer geweest in de voorbije jaren. Nu, om allerlei redenen is dat nooit, heeft dat nooit doorgegaan. Onder meer de belofte die ik had gemaakt naar Weilen, Jean-Marc de Grijze, dat ik Kortrijk niet ging verlaten in die 3 jaar die ik had getekend. Ik heb me daaraan gehouden ook. Maar ik was uiteraard altijd vereerd door de interesse van een agent. Dit is een topclub. Als je hier binnenkomt, dan voel je dat ook, dan zie je dat ook. Gent is een stad die ik vrij goed ken. Ik woon eigenlijk bijna dichter bij Gent dan bij Kortrijk. Dus het is een stad die ik ga niet zeggen regelmatig frequenteer, maar nu en dan toch, wat restaurants die ik al ken. Dus wat dat betreft ben ik toch vrij vertrouwd met deze omgeving. Ik ben al Oost-Vlaming sedert, nu moet ik opletten wat ik zeg, 1998 denk ik. Toen ik in Lokeren was, woonde ik in Laarne. Dan ben ik in de Vlaamse Ardennen gaan wonen. Dus ik heb me hier goed gevoeld. Ik voel me goed bij de beleving in deze provincie. Maar ik weet ook dat Gent nog iets aparts is. Gent is eigenlijk een stad op zich binnen deze provincie die op zijn eigen leeft ook. Ik weet dat de Gentenaar misschien wat kritisch is, maar vooral dat hij heel trots is. En terecht heel trots op een fantastische stad, de mooiste stad van België, de mooiste stad van Europa wellicht ook, want ik heb er al wel wat gezien. De leukste taal van België, daar zijn ze ook trots op, die ken ik niet. En dat zal nog heel lang duren tegen dat ik daar een woordje kan meepraten, denk ik. Het mooiste stadion van België, terecht. Daar zijn ze heel trots op. En mijn doelstelling is om zo ook ervoor te zorgen dat zij in de toekomst ook heel trots kunnen zijn op hun ploeg. Ik denk dat zij dat verdienen. Ik ga niet spreken over het verleden. Ik heb dat ook gezegd en gevraagd aan de mensen van Gent. Ik wil alleen 1 ding teruggaan. Dat is het enige constante wat ik gezien heb dit jaar, dat zijn de supporters. Ik heb gezien dat Gent zijn supportersaantal bijna verdubbeld heeft in vergelijking met het Ottenstadion. In het begin 17.000, 18.000, uiteindelijk geëvolueerd naar vol, 20.000 toeschouwers. Zelfs voor de beker van België 9.000 en 10.000 toeschouwers, dat kan bijna niemand zeggen, niemand wellicht. Dus die mensen verdienen iets terug. Zij staan achter het team, ze zijn altijd achter het team blijven staan, in moeilijke omstandigheden. Wij moeten zorgen dat wij hen iets teruggeven volgend jaar en dat zij zich kunnen uitleven, dat zij kunnen genieten van overwinningen tegen grotere clubs ook. Dat is mijn doelstelling. Ik heb daar altijd voor gestaan. We hebben dat in Kortrijk heel vaak kunnen realiseren en het is mijn bedoeling om dat ook hier te doen. Voor de rest wil ik toch
nog even terugblikken, maar dan naar KV Kortrijk. Ik wil hier ook de mensen van KV Kortrijk echt wel bedanken voor alle kansen die ze mij gegeven hebben. Voor de fantastische manier waarop ik daar mijn job heb kunnen uitvoeren. Ik weet, met beperkte middelen, het was niet altijd mogelijk wat ik vroeg. Maar uiteindelijk heb ik daar 7 fantastische jaren als trainer meegemaakt. Met ongelooflijk veel hoogtepunten. Nooit gezakt, met toch een ploeg met een heel beperkt budget. En daarvoor wil ik hier toch ook die mensen zeker nog eens bedanken. De familie De Grijze, Jean-Marc De Grijze, die er jammer genoeg niet meer is. En alle andere medewerkers, spelers, die ga ik morgen, die heb ik al toegelicht, maar die zal ik morgen nog een klein beetje meer toelichting geven bij mijn beslissing. Het is voor mij een uitdaging. Ik ben 50 jaar geworden. Ik wou nog eens de kans gaan om naar de top te gaan. Ik denk dat dit het moment was voor mij. En Gent geeft mij die kans en daar ben ik hen heel dankbaar voor. En ik ben overtuigd dat wij er zullen in slagen om deze ploeg terug te brengen waar ze thuis horen. Dank u.